De finale van het Europop-project 2002. Voor de pauze verzorgen alle groepen voor u een live optreden. En na de pauze gaan wij kijken naar de videoclips. En dan gaan we nu verder met het eerste optreden van vanavond. Als eerste treedt groep 21 op met het nummer Eeuwig Zomer in Mij. De tekst en muziek zijn geschreven door Hanneke Jacht en het is geproduceerd door Nina Gozes. Dankzij de kwaliteit van de tekst, muziek en het onderwerp is de popsong genomineerd voor een award. Het wordt gezongen door Maaike, Astrid, Hanneke, Maartje en Nina. Dames en heren, hier zijn de Kariba Chicks met Eeuwig Zomer in Mij. Dames en heren, ik vrees dat wij gelijk een probleempje hebben bij de start van deze finale. De artiesten van groep 21 staan hier niet klaar naast mij, naast het podium. En dat hadden zij wel moeten doen. Ik vrees dus ook dat zij nu nog niet op kunnen treden. We zijn nu aan het zoeken waar ze zijn, maar het lijkt erop dat ze nog niet in de stoelenmat aanwezig zijn. Terwijl wij daarop wachten, kan ik u vast vertellen dat we deze finale avond op 2 juni zal worden uitgezonden door de BRTO. En in afwachting van de artiesten zullen wij gewoon heel eventjes moeten wachten, vrees ik. En daar lijkt dan eindelijk toch iets aan te komen. Ik hoop niet dat het echt brand is. Hoewel het hier vanavond heet genoeg zal worden, vrees ik. Het zijn dan toch de artiesten van groep 21 die hier aankomen bij de stoelenmat. Enigszins vertraagd, maar ze zijn er alsnog. Gelijk voorzien van een fikse groep bodyguards om alle mensen buiten eventjes uit weg te laten. Eetijd! Sorry! En als het goed is komen zij nu de zaal binnen door het binnenpad. Hier zijn groep 21, de Caribe Chicks met Eeuwig Zomer in Mij. Maaike, Hanneke, Nina, Astrid en Maartje, zij bijten vanavond voor u de spits af. Dames en heren, groep 21. Ik voel me